Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door, all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Goedenavond, beste kijkers, Schemer Bakel, Omroep Centraal live vanaf de nieuwjaarsreceptie in Handel in de Bron. Daar zijn we momenteel mee bezig. Ik kijk eventjes naar de techniek en volgens mij hebben we toch het geluid wat er meedoet. In de Bron in Handel waar een heleboel mensen op ons zijn afgekomen natuurlijk. En die mensen die komen van heel Schemer Bakel. Ik heb al diverse mensen gezien en dat is een prachtig gezicht. We gaan de komende anderhalf uur ook nog een aantal mensen hier voor de microfoon halen. Hebben zo meteen nog de toespraak van de burgemeester. Maar ook nog laten we iets over Handel zien. Waar we natuurlijk ook weer zeer content mee zijn. Tenminste de mensen uit Handel. Ik zie mensen van de Gildes. Ik zie mensen van de Harmonieën. Natuurlijk ook de gemeenteraadsleden, de politiek, achterban. Maar ook diverse andere organisaties die de weg naar Handel hebben gevonden. Wij gaan zo meteen de eerste zoeken om hier aan tafel bij te praten. Dat zou best eens Harry Verkampen kunnen zijn. De man die zoveel jaar in de politiek zat, maar heeft aangegeven in 2017, ik ga ermee stoppen. Hoe is Oudjaarsdag verlopen? Is het rustig geweest? Misschien praten we daar nog wel met de politie over. Ferry van Nieuwkerken heb ik ook al gezien. En natuurlijk onze burgemeester. Kortom, we hebben nog wel het een en ander te doen. De live uitzending tijdens deze nieuwjaarsreceptie hier van Schemer Bakel, dat doen we in de Bron in Handel. We hebben Harry Verkampen bij ons staan. De man die in de politiek eigenlijk veel betekend heeft voor Schemer Bakel. En voor het CDA natuurlijk ook. En dan vorig jaar in 2017, meneer Verkampen, gaf u aan, het is genoeg geweest. Klopt. Het is, ik heb de keuze gemaakt om er na die lange tijd een punt achter te zetten. Omdat ik denk dat je op een gegeven moment moet de keuze maken. En het komt nu op een heel goed moment. De club is heel enthousiast, de club is groot, we hebben veel jonge mensen erbij, dus die kan gemist worden. 40 jaar is niet niks in de politiek, hè? Nee, dat is een hele tijd. Ik ben vanaf jongs af aan ben ik erbij betrokken geweest en ik ben nu de leeftijd, ik ben voor 70. Dus dat betekent dat ik eigenlijk mijn heel werkbaar leven ben ik erbij betrokken geweest. Maar hoe is het dan belangrijk om jeugd te faciliteren? Hoe krijg je die jeugd bij in de politiek? Want is politiek wel aantrekkelijk voor de jeugd? Ja, politiek moet aantrekkelijk zijn voor iedereen. We praten over een democratie en dat betekent dat alle mensen mee moeten doen en dat alle mensen mee moeten praten. En je kunt alleen maar zorgen dat de mensen ook meepraten als het over zaken gaat die hun zelf betreft. En we hebben in het verleden nogal wat over woningbouw gesproken, maar ook gehandeld en ook gedaan. En mensen, jonge mensen betrokken bij de woningbouw en ze kunnen bouwen. En dat betekent dat als je dingen doet waar ze bij betrokken zijn, dan willen ze zelf ook meedoen. Maar hoe maak je dan bekend dat je stopt eigenlijk als politicus? Binnen het CDA doe je dat tijdens een bijeenkomst van het CDA, een jaarvergadering. Hoe doe je dat? Nou, het is eigenlijk een beetje automatisch gegaan. Kijk, de vorige keer heb ik nog meegedaan op de 50e plaats. Maar omdat ik het wou testen, na al wat er gebeurd was, hoe de mensen over mij dachten,
En dat viel heel erg positief uit. Ik heb toen heel veel stemmen gekregen. En daarom heb ik er nog 4 jaar aan gedaan. Maar het was toen al duidelijk voor mij dat de leeftijd 4 jaar zou zijn. En dat ik die 4 jaar vooral zou willen gebruiken om de anderen te coachen, de anderen mee vooruit te helpen en te zorgen dat het goed functioneerde. Om dan ook met gerust hart te kunnen stoppen. Maar blijft u dan wel een beetje achter de schermen actief voor het CDA als zeg maar een beetje de raadsman? Nee, dat heb ik de laatste periode gedaan. En daar moet er ook bij betrokken zijn, want je kunt geen raadsman zijn als je het zelf niet meer volgt. Als je eruit bent, dan ben je er heel vlug uit en dan hebben ze aan jouw advies ook niet veel meer. Dat wil niet zeggen dat je nooit niet kunt adviseren. Maar als je goed wilt kunnen adviseren, moet je ook echt meedoen. Als je dan gaat kijken naar de komende verkiezingen, heeft u er een goed vertrouwen in? Ik heb er een heel goed vertrouwen in. Ik laat met mijn gerust hart en de anderen over. Die hebben het goed gedaan. We hebben een stel heel goede dames op kop. En die trekken er hard aan en die zijn enthousiast bezig. Dus ik heb zelf ook het gevoel dat de mensen er zo ook over denken. Heeft u het partijprogramma zelf ook nog geschreven of dat toch niet? Nee. Ik heb deze periode heb ik echt vooral geadviseerd en op de achtergrond. En de mensen die er nou aan zitten, die moeten dat zelf doen. Want die moeten dat ook zelf uitvoeren. Na 21 maart neemt Harry Verkampen afscheid of krijgen we van tevoren nog een afscheidsreceptie? Dat weet ik echt niet hoe dat gaat functioneren. Ik heb begrepen dat 27 maart de laatste raadsvergadering is van de oude raad. En wat er dan gebeurt, dat weet ik niet. Maar daar maak ik me ook niet zo druk over. Ik heb 4 jaar geleden, heb ik toen ik het 40-jarig jubileum gevierd heb, heb ik een heel erg mooie receptie gehad op het Boerenbondsmuseum. Er zijn meer dan 1000 mensen toe geweest. Dat was toen een hele schoonendag. En dat beschouw ik een beetje als de contact met de mensen. En dat was toen heel mooi. En u gaat nou gewoon als voorzitter van het Boerenbondsmuseum bij Heerlijk Groen, Geber Bakel. Kortom, Harry Verkampen heeft nog genoeg te doen? Ja, zeker. Want juist, ik ben nog bij verschillende dingen. Maar het Boerenbondsmuseum alleen al, dat kost gewoon heel veel tijd. En er kunnen zoveel tijd in kwijt als je wilt. En er kunnen ook zoveel energie in kwijt. En ook zoveel ideeën als je wilt. En daar komen we gewoon mee door. Misschien moeten we Harry Verkampen eens gaan introduceren als politiek verslaggever bij de Omroep. Nou, ik denk dat ik dan toch een beetje te gekleurd zou zijn. Het is toch nog steeds een groot deel van mijn eigen club. Ik zou het wel kunnen, maar ik zou het niet willen. Omdat ik vind verslaggever moet objectief zijn. En ook al zou ik objectief willen zijn, ze zien in min toch iemand van het CDA. En ik zou het ook niet helemaal kunnen laten, helemaal objectief kunnen zijn. Dus ze moeten dat niet doen. Nou, ik wens hem in ieder geval heel veel succes. En zeker als Harry Verkampen afscheid neemt, dan zullen wij er als lokale omroep ook bij zijn. Dankjewel en een heel goed 2018. Komt goed. Houden. Dat was Harry Verkampen. En 40 jaar in de politiek, dat moeten er eigenlijk meer mensen gaan doen. Over politiek gesproken, er zijn een heleboel politici. En er staan ook nieuwe politici die misschien op 21 maart nog wel toe willen treden tot het korps van de politiek in Gemerbakel. Misschien ook nog wel een mooi vragenlijstje voor. Op 21 maart mee gaat doen in de verkiezingen in Geber-Bakel, is de VVD terug van weg geweest. Mag ik dat zeggen, Walter Manders? Want zo is het eigenlijk wel, hè? Terug van weg geweest. Ja, het klopt. Op het moment is het zo dat de VVD 0 zetels heeft in de gemeenteraad van Gemert. En ik hoop dat we daar met z'n allen verandering in kunnen brengen. Dat we met de VVD ook weer actief kunnen worden in het mooie Gemert-Bakel. Lijsttrekker van de VVD, een verhaal met een extra verhaal, want u bent eigenlijk lijsttrekker geweest in de VVD in Boekel. Nu van Gemert-Bakel, hoe is dat mogelijk? Nou, ik ben 8 jaar lijsttrekker geweest in Boekel. En met veel genoegen, veel leuk. Langzaam heb ik het virus politiek opgedaan. Hè? En ik moet zeggen dat ik dat leuk vind. Alleen in Boekel heb je het nadeel dat je als VVD toch waarschijnlijk altijd in de oppositie blijft. Zoals het nu altijd geweest is. En misschien maak je in Gemert wat meer kans. En omdat mijn roots in Gemert liggen, mijn werk ligt nou eenmaal in Gemert, hebben wij gedacht, we gaan het in Gemert proberen. Dus het partijprogramma meteen aangepast en zorgen dat we voldoende zetels halen? Ja, we hebben het partijprogramma aangepast. Komt over 3 dagen of zo wordt het openbaar. En dat is een mooi VVD-partijprogramma, een beetje rechtsgeluid.
En ik denk dat we dat in Geemert ook nodig gaan hebben. Maar wat zijn de hoofdthema's dan van die partijprogramma? Ja, ik denk, alleen moet je al heel erg denken aan de bereikbaarheid. Ik denk dat er de laatste jaren best wel veel over gesproken is. Ik denk dat wij als VVD daar best wel iets kunnen betekenen. Want als VVD hebben wij ook het lijntje naar de provincie toe, waar natuurlijk de heren zitten en dames die het bepalen voor de bereikbaarheid hier in de regio. Dus ik denk dat dat voor Geemert een heel erg groot voorbeeld kan zijn. Maar ook het behoud en de leverheid van de kleine kernen. Financieel, denk aan de OZB. Hè. We hebben in Geemert-Bakel best een redelijk hoge OZB. Eigenlijk een te hoge. Daar zou ik best aan willen werken. Maar er is ook een heleboel werk nog te verrichten, ook voor de VVD. Want ja, je moet toch weer een heleboel goedwil terugkrijgen. Ik denk het wel, maar we hebben een complete nieuwe ploeg. Althans, de bovenste positie van de lijst zijn nieuwe mensen. Er zijn ook wat jonge mensen bij. En ik denk als dit niet gaat lukken, dan vind ik het heel erg jammer. Ik denk dat de Geemertse bevolking daar best wel animo in ziet. En we hebben de laatste keer 4000 stemmers gehad, hè, met de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ik denk dat er wel een groep VVD'ers in Geemert bestaat. Dus ik hoop dat daar een groot deel iets mee gaat doen en op ons gaat stemmen. En het is natuurlijk ook belangrijk in de raad zoals die op het moment uitziet in de gemeente Geemert, dat er gewoon ook een paar gewone ondernemers in zo'n raad komen. Hè. Want je ziet toch een hele andere groep mensen die daarin zitten als een gewone ondernemer, net als een metselaar of een timmerman of een groenteboer of iemand in die geest. Nou, de gehalte ondernemers kunnen wij hopelijk brengen in de gemeenteraad van Geemert. Hoeveel titels gaat de VVD, of tenminste waar gaan ze voor? Ja, wij gaan, nee, daar gaan we geen uitspraken voor doen, Mario. Want ik zou het echt niet weten. Jij merkt net zo goed als ik dat het best wel in een gat springen is. En dan maar het beste ervan gaan maken. Maar ik denk als Geemert een beetje een ondernemend bestuur wil krijgen, meer als nu, dan denk ik dat wij bij de VVD best wel een kans maken. Gaat u nu een beetje hier netwerken, want ik ken heel veel... Nou, ik hoef hier niet zoveel te netwerken, want ik zie dat ik heel veel mensen hier ken. Maar dat komt natuurlijk omdat ik altijd in Geemert gewerkt heb. Hè? En nog steeds. Nou, succes in ieder geval straks op 21 maart. En of dat het 1, 2 of 3 zetels worden, we wachten het gewoon af voor de VVD. Dank u wel. Dank u wel. Mijn naam is Peter Geerts en als voorzitter van het dorpsoverleg mag ik vanavond uw gastheer zijn. Tenminste voor 2 uurtjes. In 2020, over 2 jaar, bestaat handel 800 jaar. Wij dachten, we gaan een heel jaar feest vieren en dan zou het bij uitstek de gelegenheid zijn om deze gastheerrol als voor de receptie van het gemeentebestuur, om dat dan in 2020 te doen. Helaas, dan loopt de cyclus van dat ieder kerkdorp om beurten die rol van gastheer op zich gaat nemen. En we zitten al bijna aan het einde van de cyclus, volgend jaar in Milhezen nog, dat is het laatste. Dan wordt er opnieuw bekeken wat er dan voor mogelijkheden zijn. En dan is maar zeer de vraag of dat het op dezelfde manier doorgaat. Dus we hebben gezegd van, maakt ons niet uit. We willen toch ook dit jaar heel graag iedereen ontvangen. En gastheer zijn voor het gemeentebestuur. 800 jaar handel, ja, het is wel heel erg belangrijk. Hè? In die zin zijn we nog net iets ouder als Geemert. Hè? Die zijn iets jonger. Nog lang niet zo oud als Bakel hoor, want die zijn al 1200 jaar oud. Dus daar kunnen we niet aan tippen. Maar goed, onze burgemeester, onder de nieuwe burgemeester, is nu een jaar hier, dus in die zin is hij niet meer nieuw. En we zijn met z'n allen natuurlijk reuze benieuwd wat zijn belevingen zijn geweest het afgelopen jaar en hoe zijn bevindingen zijn en wat het je aan beleefd heeft en wat voor plannen hij heeft voor de nabije toekomst. Ik wil het woord geven aan onze burgemeester Michiel van Veen. Gaat goed, hè? Dames en heren, beste inwoners, als ik zo naar u kijk vanaf hier, vanaf boven, dan concludeer ik dat we met heel veel mensen zijn. En dat stemt mij, maar ook het college, bijzonder gelukkig. En wij zijn heel blij dat wij vandaag gastvrij worden ontvangen door de bron hier in Handel. En hiervoor wil ik het bestuur bij voorbaat danken. En ook de vrijwilligers die dit voor ons allen mogelijk maken. En laat ik beginnen om u, en dat heb ik eigenlijk al gedaan, en uw naasten een zeer voorspoedig en gelukkig 2018 toe te wensen. Ik heb er weer zin in en een jaar waarin we hopelijk net zo succesvol zullen zijn
als dat we waren in 2018. Want als we terugkijken naar 2017, dan is het jaar niet alleen voorbij gevlogen, maar hebben we ook met elkaar initiatieven waargemaakt. Kon ik vorig jaar na 4 weken ervaring slechts voorlezen wat anderen voor mij hadden opgeschreven. Dit jaar heb ik zelf ervaringen op mogen doen en samen met u hoogte en helaas ook dieptepunten beleefd. Op sportgebied is er, ook in handel, in 2017 veel gebeurd. Tijdens de huldiging van onze sportkampioenen mocht het eerste van VV Handel de titel Sportploeg van het Jaar in ontvangst nemen. Een prijs die uitvoerig gevierd werd. Carlijn Swinkels werd tot onze sportvrouw gekozen. En Gert Knol, toevallig ook hier uit Handel, werd sportvrijwilliger van het jaar. In Handel werd door sportvrienden ook diep meegeleefd en gerouwd om het overlijden van Jaap de Wit, die veel te jong en veel te snel de strijd tegen zijn ziekte verloor. Samen vieren en samen rouwen. Iets dat de band tussen mensen versterkt en dat is wat ik gezien heb het afgelopen jaar. Want de kameraadschap die ik bij onze veteranen heb gevoeld tijdens de Veteranendag op het Ridderplein, maar ook de trots van onze oud-militairen tijdens de commandooverdracht van de luitenant-generaal Beskazerne, hebben denk ik op velen een grote indruk gemaakt. Tijdens de Veteranendag is een indrukwekkende toespraak in de vorm van een gedicht gehouden door Piet van Gogh, die een appel deed op Politiek Den Haag om te stoppen met het herhaaldelijk in discrediet brengen van mannen die eind jaren 40 in Nederland-Indië hun onmogelijke opdracht uitvoerden. Niemand kon toen vermoeden dat 2 maanden later Piet van Gogh totaal onverwachts zou overlijden. Ook het overlijden van oud-burgemeester Martijn in mei betekende het einde van een tijdperk. Ik heb de heer Martijn voor zijn dood nog een paar maal mogen ontmoeten en ik ben dankbaar voor zijn verhalen en herinneringen over Bakel van toen. Zijn uitvaart in Deurne was druk bezocht, ook vanuit onze gemeente. Er zijn in 2017 tal van droevige momenten geweest en er zijn mensen uit onze omgeving weggevallen. Door Piet en Jaap te noemen, maar ook oud-burgemeester Martijn, wil ik stilstaan bij al die, ook voor u hier aanwezig, droevige gebeurtenissen. Verder was 2017 toch ook het jaar van hoop en vreugde. Denk bijvoorbeeld aan Elsendorp dat het opnieuw verschopte in de nationale pers. Een mooi artikel in het NRC waarin klip en klaar werd aangegeven dat men in Elsendorp niet wacht op de gemeente tot die iets regelt, maar ze zelf met elkaar aan de slag gaan om de leefbaarheid en het woongenot te organiseren. Ik denk ook aan de mooie boom die we hebben geplant in de Rips voor ons 30.000ste inwonertje Maud Klaassen. De Rips, waar het ploegenfeest een groot succes werd en het verenigingsleven 10.000 euro mocht bijschrijven in hun clubkas. Of aan Bakel, waar een zware Chinese delegatie uit Nanjing, een stad met maar liefst 7 miljoen inwoners, een bezoek bracht aan Musa Sacrum en een fantastisch concert verzorgde. Het startsein voor Go for Africa, het fietsen in de mortel voor Hartekind, Sinterklaas in Milhezen, stuk voor stuk initiatieven en evenementen waar een mens blij van wordt. En ik durf te zeggen, er is voor iedereen wat wils in onze gemeente. Meer dan 200 evenementen, of in ieder geval verstrekte vergunningen om iets te organiseren, van een buurtbarbecue tot een goede doelenactie in Gemert Bakel is echt altijd iets te doen. En toch, dames en heren, toch merk ik dat er spanning ontstaat rond al deze evenementen. In gesprekken die ik voer met inwoners van onze gemeente merk ik dat steeds vaker de vraag gesteld wordt of ieder evenement gepaard moet gaan met het produceren van veel geluid. Ik zeg bewust geen herrie, omdat dat een smaakkeuze is. Feit is wel dat het aantal klachten over lawaai bij de gemeente aan het toenemen is en dat 2018 in dat opzicht een spannend jaar wordt. Mensen maken steeds vaker, denk ik, terecht gebruik van hun recht om besluiten van het college van BMW tegen het licht te houden. We zullen dus, nog meer dan dat we al doen, rekening met elkaar moeten houden. En dat is misschien een mooi bruggetje naar een onderwerp dat ik ook vorig jaar heb aangesneden, de zwijgende meerderheid. Ik weet zeker dat wij in 2018 als Gemert Bakel zullen laten zien dat veel meer dan 50% van de mensen hun stem zullen uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande.
dat we een zwijgende minderheid houden daar waar het de gemeenteraad betreft. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart was de opkomst bijna 82%. En wat dat betreft is dat een prima voorteken. Want de gemeenteraad verdient ons en uw vertrouwen en stem in 2018. Onze raadsleden verdienen een compliment. Hun inzet en betrokkenheid zijn van groot belang voor onze gemeente. Een gemeenteraad die in 2017 40 keer vergaderd heeft, inclusief commissievergaderingen, 91 besluiten genomen heeft en eenmaal een collegevoorstel weggestemd heeft. Meer dan 100 vragen zijn er gesteld door onze raadsleden aan het college en er zijn belangrijke besluiten genomen over de geitenhouderij, de supermarkt in Gemert-Bakel en ons armoedebeleid. In april 2017 kondigde Roel Hoppenzak na 7 jaar wethouderschap zijn afscheid aan en werd hij opgevolgd door Martin Bankers, die ik vanaf deze plek veel gezondheid toewens, want hij is na het oliebollenbakken ziek geworden. We hebben nog een zieke, maar daar kom ik straks op terug. Na een naar eigen zeggen stoomcursus wethouderschap mocht hij de Noordom openen. En verder maakte hij zich sterk voor nieuwe voetbal kunstgrasvelden. En binnenkort zal nog een nieuw kunstgrasveld voor de hockeyclub in gebruik genomen worden. Het voltallige college werkt ook hard aan de verbetering van de bereikbaarheid van Gemert-Bakel. En wij zijn, net als onze partners van bedrijfscontact Gemert-Bakel, nog steeds teleurgesteld over de provinciale besluitvorming rond N279. Ook het bestuurlijk onvermogen om voor de problemen van de Beekse Brug een definitieve oplossing te vinden, baart ons zorgen. Wij kijken daarom ook uit naar initiatieven en plannen die wel op draagvlak kunnen rekenen van onze buurgemeente. En ik zeg tegen de regio, Gemert-Bakel heeft een positieve houding, want wij weten dat samenwerking in de regio cruciaal is en blijft. En dat doen wij al met onze collega's in Laarbeek en de rest van de PIL. En ik hoop oprecht dat we in 2018 daarvan nog meer resultaten zullen zien. Het zal u ook niet ontgaan zijn dat in 2017 de woningmarkt is aangetrokken en dat niet alleen het aanbod daalt en prijzen stijgen, maar dat er in Gemert-Bakel ook veel nieuwbouw wordt gepleegd. En steeds vaker is de dialoog die mede op initiatief van wethouder Van Ekstel gestart wordt, effectief. Zij heeft kort geleden nog de laatste handelingen verricht aan de Leigraafhof in de Mortel, zodat ook daar woningen kunnen worden gerealiseerd. En we kijken, ik denk u ook, met z'n allen zeer uit naar de verkoop en startbouw van de woningen bij Nazareth, waar de belangstelling overweldigend blijkt te zijn en de folders die ik heb gezien smaken volgens mij naar meer. Ik wil ook een compliment geven aan wethouder De Ruiter, die een brief mocht ontvangen van de provincie dat wij ook echt definitief onder het preventief toezicht uit zijn en dat de gemeenteraad weer over ons eigen geld gaat. Een belangrijk signaal en ik denk ook heel goed voor ons imago. En wethouder De Ruiter heeft samen met de raad een ontwikkelperspectief kunnen bieden aan de paters die hopelijk in 2018 op hun verzoek definitief afscheid kunnen nemen van hun kasteel in Gemert. Ik ben zeer nieuwsgierig en kijk uit naar de toekomstige gebruikers en de daaraan gekoppelde exploitatie van het kasteel, wie het ook mogen zijn. Dan hebben we nog een zieke vandaag en dat is wethouder Jan Pevers. En hij heeft zijn afscheid al aangekondigd. Hij zal na de verkiezingen, heeft hij aangegeven, niet terugkomen. Dat neemt niet weg dat hij met veel energie werkt aan de uitdagingen binnen het sociaal domein. De siddering die door de raad ging toen opnieuw gemeld werd dat laaggeletterdheid, maar met name het grote aantal kinderen dat in onze gemeente in armoede opgroeit, niet afneemt, is, weet ik, een extra stimulans voor Jan om ons allen, met ons allen door te gaan tot aan de verkiezingen en de periode daarna. 2018 zullen we naast afscheid nemen van Jan Bevers ook afscheid nemen van onze secretaris Bert Jansen, die na 11 jaar zijn vervroegd pensioen aankondigde. Een besluit dat ik persoonlijk zeer betreur, maar wel begrijp. In 2018 zullen we dus een nieuwe secretaris krijgen in onze gemeente en ik kan u vertellen dat de procedures inmiddels gestart zijn. En ik kom alweer bij de afsluiting, want wie of wat heeft Gemert-Bakel in 2017 het meest op de kaart gezet? We hebben een aantal mensen en gebeurtenissen in Gemert-Bakel die ons in het landelijk nieuws gebracht hebben. En ik zal het maar eerlijk vertellen, ik ben zelf verantwoordelijk voor de genomineerden.
En ik zou willen beginnen met de eerste genomineerden. En dat zijn de dartfans uit Gemert, die aanwezig waren bij het WK Darts van vorig jaar. En met hun borden steeds hinderlijk in de weg zaten van de televisiecamera's die het darten wilden laten zien. De nummer twee is onze eigen Miss Nederland, Nikki Opheij. Die straalde vanaf de catwalk. Het voor elkaar kreeg dat zelfs het Eindhovens Dagblad, een reporter naar Las Vegas liet sturen. Ik wil ook noemen als derde genomineerde Noah Groene, die met haar fantastische stem het schopte tot de finale van de Voice Kids en ons hele dorp aan het sms'en kreeg. En als vierde nomineer ik, zelf, de 3D-geprinte fietsbrug bij de Noordom. En in afwezigheid van een officiële commissie heb ik ook zelf maar een keuze gemaakt, omdat ik ervan overtuigd ben dat zowel Noah als Nikki aan het begin staan van een fantastische carrière, en wij nog veel van beide dames zullen horen, heb ik gekozen voor de 3D-geprinte fietsbrug. Ja, daar mag u voor klappen. Dames en heren, een brug die internationale aandacht trok. En het was een heuse primeur en ook misschien wel verantwoordelijk voor het grootste misverstand van Gemert Bakel. Dames en heren, de 3D-geprinte brug is de kleine fietsbrug bij de Pilsenloop en niet de brug over de autoweg. En ik ben ervan overtuigd, er zijn mensen die tegen iedereen hebben verteld van kijk eens naar die mooie 3D-geprinte brug. Helaas. We stonden in ieder geval op de kaart. En internationaal, en ik vind dat niet slecht, dat hebben we goed gedaan. En ik ben daarom ook heel benieuwd wie ons in 2018 weer landelijke bekendheid gaan geven. Wie zullen onze ambassadeurs zijn? En nogmaals, ik kijk uit naar 2018 en ik wil graag samen met u het glas heffen en nogmaals dank uitspreken voor het organiserend comité hier in Handel en dat het met ons allen en u en de gemeente goed mag gaan. Het gaat u goed. Dames en heren, nu we toch in Handel zijn, kan ik het niet nalaten als voorzitter van het dorpsoverleg om ook Handel nog even te promoten. Ik hou het heel erg kort hoor, ik ga er geen grote show van maken, maar wij hebben afgelopen donderdag hebben wij onze oudjaarsborrel gehad in Handel. En die gebruiken wij om het jaar terug te kijken met de mensen uit Handel en ook om een aantal mensen in Handel in het zonnetje te zetten die in dat jaar, in het afgelopen jaar 2017, iets boven ons Handels maaiveld zijn uitgekomen. We hebben in Handel natuurlijk ook een heleboel zaken die van belang zijn geweest. We hadden Nikki, dat is al genoemd door de burgemeester, maar we hadden ook Jochem de Bresser. Jochem de Bresser heeft een heel grote wetenschapsprijs ontvangen en dus in die zin ook Handel wel op de kaart gezet heeft en daarmee Gemert Bakel ook, hoop ik. Als wetenschapper een zeer belangrijke prijs gekregen. En Nikki hebben we al genoemd. Maar wat Handel natuurlijk ook te bieden heeft, waar ook mensen van buiten Handel heel erg mee te maken hebben, is we hebben onze, ik zal een paar dingen noemen en dan krijg je zo meteen een band. Hè, dus dan kun je gewoon doorpraten, kunnen we nou ook doen trouwens, maar kunnen gewoon doorpraten en dan kunnen we kijken van wat wij vinden, wat voor ons in Handel van belang is geweest. Waar we jaarlijks van genieten is een enorme grote optocht van de carnaval op maandag. Waar we heel trots op zijn en op dit moment zitten we een beetje moeilijk met onze status van bedevaartsoord. Hè. We hebben op dit moment geen priester en in die zin ja, staat het een beetje op de helling. Maar ons bedevaartsoord trekt ook ieder jaar enorm veel mensen. Dus we weten met z'n allen, kennen we de Valkenswaardse processie. We kennen de kern, hè, waar prachtige openluchtspelen gehouden worden. We kennen de waterplas, waar de skivereniging allerlei belangrijke wedstrijden houdt. We kennen Legends, ons samenwerkingsverband tussen fanfare en ons koor. We hebben allerlei activiteiten die van belang zijn en waar ook jullie, en ik doe dan ook nog de Off the Road rit hè, van de peelrijders, die ook door jullie straten komt. Allemaal dingen die wij heel erg belangrijk vinden. We hebben het op een film gezet. Jan Donkers heeft daar een compilatie van gemaakt. En die gaat hier langzaam voor jullie draaien. En ik wens jullie nog een hele aangename avond en een heel goed 2018. Dankjewel. APPLAUS.
fractievoorzitter van de lokale realisten, meneer Vogels. Hoe gaat 2018 voor de lokale realisten worden? Ja, ik denk dat is voor elke politieke partij wel spannend. Ook voor ons. Wij kijken er naar uit. Want er staan al wel belangrijke dingen te gebeuren de komende periode. Dus wij zijn heel benieuwd hoe de nieuwe raad eruit ziet. En wat dat betekent voor de voor een visie op bepaalde zaken. Maar ja, ook de lokale realisten gaat een verandering tegemoet. Ja, nou, een verandering. Even voor alle duidelijkheid. Lokale realisten en D66 werken samen nu bij de komende verkiezingen. Dat is onder andere ingegeven door het feit dat de kieswet veranderd is. Dat je geen lijstverbindingen meer kan aangaan. Dus nu gaan we het gewoon samen doen. Dat betekent ook dat we straks samen in de gemeenteraad zitten. Als één fractie. Met één woordvoerder, met één lijst, met één fractievoorzitter. En ik zie er naar uit. Maar hoe is dat tot stand gekomen? Want de Democraten 66 hebben toch een hele andere gedachtegoed als de lokale realisten. Of heb ik dat mis? Ja, dan hebt u, als u dat zo zegt, dan hebt u dat mis. Als je terugkijkt gewoon de afgelopen 3,5, nu bijna 4 jaar. Dan hebben we op de belangrijke onderwerpen die voor ons heel erg belangrijk zijn, hebben D66 en de lokale realisten eigenlijk steeds gelijk gestemd. Ofwel, we denken daar gelijk over. En er zijn ook onderwerpen waar we totaal verschillend over denken. Maar ja, dat is zoiets als zelfs binnen een vereniging, zelfs binnen onze eigen fractie, wordt over bepaalde onderwerpen verschillend gedacht. Maar als je het over de majeure dingen, over de belangrijke dingen, over het buitengebied, ontwikkeling, agrarische sector, financiën, dan zijn we volstrekt gelijk aan elkaar. Heeft het partijprogramma dan nog problemen opgeleverd? Want misschien heeft D66 een ander partijprogramma dan de lokale realisten. Nee, dat levert geen problemen op. We praten in de verleden tijd. We zijn er nu druk mee bezig met het vaststellen van de verkiezingsitems, van onze speerpunten. Ook uit onze eigen fractie werd gevraagd, moeten jullie dan toestemming hebben van landelijk D66 voor bepaalde onderwerpen? Nou, ik kan iedereen geruststellen, dat is niet zo. Lokale politiek is lokale politiek. Alleen, wij voelen ons soms gesteund door het landelijke D66-beleid en soms totaal niet. Eigenlijk is het wel mooi, hè? Want politiek, het is zo divers, blijkt dan wel weer. Ja, het is heel divers. En ik stond net te praten met Hans Verder van Goed Wonen. En die zei ook, wij zijn nu samen bijvoorbeeld de Attendorenstraat aan het ontwikkelen. En we hebben er enorm baat bij, zegt hij, dat we de inwoners, de bewoners, de omwonenden zelf mee laten praten. Want dan zien ze hoe moeilijk het is om een keuze te maken. En die keuzes die moet de gemeenteraad, ik wil niet zeggen elke maand, maar toch heel frequent maken. En dan is het altijd zo dat je keuze die je maakt, die heeft vergaande consequenties. Of financieel, of voor de lange termijn, voor de toekomst. Ik zal een mooi voorbeeldje geven. Duurzaam bouwen. Iedereen wil dat. Iedereen roept dat. Tot je tot de conclusie komt, ja, duurzaam bouwen is wel, ik zeg maar even, 10% duurder. En dat betekent dat als je zoon of je dochter, of als je gaat zelf bouwen en je hebt 3 ton beschikbaar, dat je dan 3,30 moet hebben, maar dan wordt het wel duurzaam. Nou, en eigenlijk is dat zo'n van die dingen, als je dat aan de mensen vraagt, dan zie je dus, ja, dat willen we wel. En daar zitten wij dan als overheid voor, ook als lokale overheid. Dan moeten wij het zo maken dat je die keuze niet meer hoeft te maken, maar dat die keuze eigenlijk gemaakt is. Alleen dat we dat verschil op een fatsoenlijke manier met elkaar oplossen. Als we gaan kijken naar de zetelverdeling, hoeveel zetels verwacht de lokale realisten samen met D66 te gaan behalen? Nou, dat is de moeilijkste vraag die je maar kunt stellen. Laat ik het zo zeggen, wij vertrouwen erop dat onze kiezers, mensen die ons kennen, waar wij weten waar wij voor staan, dat die tenminste gelijk aantal zetels oplevert. Natuurlijk, iedereen wil iets meer, maar we moeten niet vergeten, we hebben twee partijen, nieuwe partijen die gaan meedoen. De VVD en SP. Gelukkig hebben die op de majeure onderwerpen wat betreft ongeveer dezelfde visie. Ja, maar wij zeggen toch heel duidelijk, als je in Gemmelbakel het verschil wilt maken, als je wilt dat het beleid een bepaalde kant op moet, ja, dan moet je toch echt bij ons zijn. Want wij staan voor waar we staan en bij anderen moet je het altijd maar afwachten. Wie wordt de lijsttrekker, Henk Kiebels of Ton Vogels? Ton Vogels is de lijsttrekker. Dankjewel. We hebben wat dat betreft wat politiek gewicht toch wel meer in de strijd. Wat is juist Ton Vogels van de lokale realisten. Bij me nu staan Ad van Veldhoven en die is van D66. Meneer van Veldhoven, u bent voorzitter van D66, Gemert Bakel. Veelvuldig gehoord de vraag van waarom gaat D66 samen met de lokale realisten? Ja, ik kan me daar heel goed voorstellen dat die vraag gesteld wordt. Want landelijk gaat het D66 en ook provinciaal voor de wind. Maar
plaatselijk wil dat nog niet altijd zeggen dat het hetzelfde is. En dan heb ik het met name over het beschikbare aantal kandidaten. En dat is één. En het tweede punt is, ja, vorige keer hebben wij op een 17-tal zetels, stemmen na, hebben wij een tweede zetel misgelopen. En hoe kwam dat? Omdat wij geen lijstverbinding waren aangegaan. Maar lijstverbinding, die kan niet meer. En nu heb je dus alleen nog maar de mogelijkheid van een lijstcombinatie. En die zijn we toen gaan zoeken. En toen kwamen we al heel snel uit bij de realisten. Want de realisten, die hebben nagenoeg bijna op alle essentiële onderdelen van het politieke vlak, hebben die hetzelfde gestemd als D66. Oftewel, ja, het zijn net als D66 sowieso liberalen, maar ja, toch ook wel aan de sociale kant. Als je dan gaat kijken, was de reactie van Henk Kiebels meteen dan zo positief dat hij zei van, ja, doe maar? Ja, die was inderdaad meteen van, doe maar. Ja, het was eigenlijk, het is in de jaren van deze periode van de Raad van 2014 tot nu, was het eigenlijk, ja, als vanzelf gegroeid. Kijkend naar de toekomst, want hoe gaan we dan nu verder? Stel dat je er straks nog weer wat leden bij krijgt op D66. Kun je dan nog je eigen partij eigenlijk gaan profileren? Jazeker, maar om alle misverstanden te voorkomen, wij groeien nog iedere maand, zal ik maar zeggen, met het aantal leden. Maar het aantal leden dat we hebben wil nog niet zeggen, ook al groeit dat die zich beschikbaar willen stellen voor in de gemeenteraad. Want wat is het tegenwoordig? Druk, 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 druk. En het is kinderen van de ene naar de andere sportveld verplaatsen. En het is opa en oma inschakelen om de eindjes aan elkaar te krijgen. En ja, helaas, dat is ook een onderdeel van onze groeiende en welvaart die er nou eenmaal is. En ja, om alleen dadelijk met mensen die gepensioneerd zijn en nog veel ouder te komen, moeten we toch van jongs af aan opbouwen. Ja. En toch wel wat jongere mensen graag. En dat ga je dan nu eigenlijk oppikken, dat je de jeugd er meer politiek bewust gaat laten worden? Ja, dat hebben we al steeds geprobeerd. En we hebben ook een heel aantal mensen van die leeftijd in de categorie 35, laat me zeggen 50. Maar ja, die hebben het allemaal druk, druk, druk. En functie en kinderen en familie en vrienden. Het is allemaal belangrijk. En politiek, ja, het scoort toch minder, helaas. De landelijke D66, hebben die het ja-woord gegeven voor die samenwerking met lokale realisten? Jazeker. Landelijk moet men akkoord gaan met het gebruik van de naam D66. En ik heb een verzoek gedaan en een kleine toelichting van een half A4'tje was meer dan voldoende om meteen ja te krijgen. Hoeveel zetels gaat het worden voor de lokale realisten en D66, denkt u? Afgelopen keer waren het er 5 voor de realisten, 1 voor D66, met bijna 2 voor ons. Dus wij gaan nu voor 7 en als het kan, eentje erbij. En wie wordt er dan lijsttrekker? Dat is Ton Vogels. Dus dat is al duidelijk? Dat is helemaal duidelijk. Nou, ik wens u heel veel succes. We zullen ongetwijfeld elkaar op 21 maart 's avonds ook nog even te spreken in het gemeentehuis, als het zover is. Heel veel succes met die hele leuke samenwerking. Dankjewel en ik zal er zijn. De nieuwjaarsreceptie die best in handel leuk loopt, met heel veel bekende gezichten. Momenteel is trouwens ook de nieuwjaarsreceptie van de Gemerse Atletiekclub begonnen, rond 1:08. En die duurt tot 1:10, dus daar kun je straks ook naartoe.
Burgemeester, moet u daar ook nog naartoe, naar de atletiekclub? Nee, we hebben ervoor gekozen om op 2 januari alleen hier aanwezig te zijn in Handel. Dit is toch het moment voor de mensen uit Gemert-Bakel om elkaar het allerbeste voor 2018 te wensen. Dus we houden het even bij Handel vandaag. Een jaar geleden, de eerste nieuwjaarsreceptie voor u als burgemeester in Gemert-Bakel. Inmiddels de tweede, ja, er is veel gebeurd. Ja, wat ik net ook vertelde, kon ik vorig jaar nog vertellen wat andere mensen voor mij hadden opgeschreven. Heb ik dit jaar ook de dingen die ik besproken heb zelf mogen meemaken. En er is ontzettend veel gebeurd in 2017. Droevige gebeurtenissen, maar ook hele vrolijke gebeurtenissen. En ja, ik kan alleen maar hopen dat die vrolijke gebeurtenissen zich voortzetten naar 2018. En ja, aan de gezichten en de gezelligheid hier in Handel te zien, denk ik dat we daar wel in gaan slagen. Nu is het nieuwe jaar net begonnen. En dan blik je altijd eventjes terug naar Oudjaarsdag, hè, met het vuurwerk en dergelijke. Zijn er nog een beetje grote calamiteiten in Gemert-Bakel geweest? Nou, alles is relatief. We hebben geen grote calamiteiten gehad. Dus de politierapporten en de briefing van de brandweer gaven aan dat het relatief rustig is geweest. Maar er zal vast en zeker overlast zijn geweest bij mensen. Er zal ook vast schade zijn. Nou ja, goed, dat gaan we de komende weken gaan we dat in kaart brengen. En dan zullen we ook wel weer via de pers laten weten hoe groot de schade in Gemert-Bakel geweest is. Kijkend naar 2018, wat zijn misschien wel de belangrijkste dingen die eraan kunnen komen, of die eraan komen, zijn dat toch de verkiezingen? Ja, laten we eerlijk zijn, 21 maart is voor de politieke partijen die hier aanwezig zijn natuurlijk enorm belangrijk. Daar hangt denk ik veel van af. Ik vind het spannend. Het zal natuurlijk voor mij ook weer een verandering betekenen. Ik gaf al aan, Bert Jansen, onze secretaris, die vertrekt in mei. Ja, er gaan heel veel dingen veranderen, denk ik. En ja, dat maakt het aan de ene kant heel leuk, maar aan de andere kant ook een beetje onzeker. Maar wat doet zo'n secretaris eigenlijk precies? Want ik vroeg het zojuist ook al aan de heer Jansen. Die zei van, nu nog niet Mario, maar misschien wat later eigenlijk tegen mijn afscheid. Hoe belangrijk is zo'n secretaris? Nou, hij is heel belangrijk. Hij is natuurlijk de directeur van de gemeentelijke organisatie. Dus hij is de baas van alle ambtenaren. En ik denk dat je moet voorstellen dat het college van BMW geeft eigenlijk opdrachten aan de ambtelijke organisatie om ideeën die vanuit de gemeenteraad voortkomen, om die te laten uitwerken door die ambtenaren in het gemeentehuis. Ja, daar heb je gewoon een hele goede secretaris voor nodig en die zijn we nu ook druk aan het zoeken. Dus er is alleen de sollicitatieprocedure loopt nog? Ja, we zitten op dit moment in de gesprekken, dus ik hoop dat wij over niet al te lange tijd een naam bekend kunnen gaan maken. 2018, werden er nog nieuwe zaken die er hoog nodig gaan spelen? Of zegt u van nou, we roeien met de riemen die we hebben? Nou, roeien met de riemen die we hebben. Ik denk dat een nieuw college straks ook weer heel veel ambities zal hebben. Nou, laten we eerst eens kijken hoe die ambities eruit zien. En dan gaan we kijken wat we daarvan kunnen waarmaken. En daar hebben ze in principe 4 jaar de tijd voor. Dus laten ze ook een beetje rustig beginnen. En misschien dat de jeugd een beetje interesse krijgt voor de politiek? Ja, ook daar moeten we ons best voor doen. Hè. Ik zei net tijdens mijn toespraak dat ik hoop dat de zwijgende meerderheid, dat dat gelogenstraft wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En dat we een opkomstpercentage krijgen, in ieder geval hoger dan 50%. Nou, dat zal wel lukken. Ik meen 83% bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus laten we hopen dat die mensen ook allemaal weer gaan stemmen voor de gemeenteraad. En s'avonds natuurlijk in het gemeentehuis komen voor de uitslag. Hè? Ja, ik heb er zin in. Ik heb mezelf al aan jullie aangeboden om de presentatie van die avond te verzorgen. Ik heb er ontzettend veel zin in. En als er dan net zoveel mensen komen als nu, dan denk ik dat wij een hele gezellige avond, er zullen teleurgestelde mensen zijn, er zullen blije mensen zijn, maar dan gaan wij een hele succesvolle avond tegemoet. Nou, weet u wat, we gaan de sollicitatieprocedure in werking zetten en misschien staat u 21 maart wel voor de camera. Ja. Thank you.
Ik zie het Eindhoven Dagblad staan bij de VVD en dat is altijd weer leuk. Altijd de pers wil het altijd doen, Jan Hoevenaars. Is het Eindhoven Dagblad ook bij de SP geweest? Ja, de SP, ja, de Eindhoven Dagblad bij de SP geweest, maar die hebben ook net zo even met mij gesproken. SP voor de eerste keer weer meedoen in de verkiezingen. En we hebben het in 2017 al over gehad. Ja, de spanning begint op te lopen, denk ik. Hè? Ja, nee, natuurlijk. Kijk, het is voor ons een hele eer als SP Gemer Bakel dat wij door SP Amersfoort, dus de landelijke partij, als een van de weinigen mogen deelnemen aan de verkiezingen, aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil dus toch zeggen dat wij zeer goed zijn voorbereid en dat wij zeer goede kandidaten hebben en dat wij zeer veel kunnen betekenen voor de inwoner van Gemer Bakel. Maar zijn het ook mensen die ervaring hebben in de politiek? Daar zijn mensen bij die ervaring hebben om te werken met mensen, voor mensen. Politieke ervaring, en dat is weer een aparte strategie om het zomaar eens te hebben. Dat hebben ze, laat ik zo zeggen, in aanleg is aanwezig, hoeven ze alleen maar te ontwikkelen. U bent een landelijke partij, hè? De ja. SP kijkt landelijk gezien ook best wel een aardig deuntje mee. Heeft u daar nog contacten mee? Ja hoor, intensieve contacten hebben we met SP'ers landelijk gezien. We hebben dus ook met de Amersfoort hebben contacten mee. Maar we hebben ook met politici contacten mee, met wethouders hier in de SP-wethouders. We hebben ook vanuit de provincie hebben contacten mee. Dus wat dat betreft hebben wij uitstekende contacten en is een goede basis om lokale politiek te gaan bedrijven. Maar hoe doe je dan het partijprogramma? Hè? Want is dat dadelijk lokaal gericht of ga je dan toch naar de landelijke? Nee, dat hebben we dus al afgesproken ook met de landelijke SP. Dat wij vooral ons gaan focussen op lokale problemen. Dat wil dus zeggen, de problemen die de burger, de inwoner van Gemer Bakel ervaren, die komen bij ons en samen met die burger gaan wij dat oplossen. En dat is dus ook volledig geaccepteerd door Amersfoort. En wanneer komt dat partijprogramma eigenlijk op de website? Oh, staat het er al? Het is al klaar, maar het staat nog niet op de site. We hebben volgende week hebben de ledenvergadering en dan wordt dat definitief vastgesteld. Maar het hele programma is klaar, het verkiezingsprogramma is klaar, de interviews zijn klaar, bij wijze van spreken landelijk. Dus alles is klaar, we zijn er helemaal klaar voor. Prognose, want dan ben ik altijd benieuwd naar die prognose. We hebben een aantal zetels te vergeven straks. Gaat de SP meetellen in Gemer Bakel? Jullie zijn van centraal, dus jullie houden ook een beetje bij de verkiezingen, denk ik. Hè? Dus van de provinciale staten, landelijke verkiezingen de laatst. En hoe stond de SP in Gemer Bakel? Ja, in Gemer Bakel, daar stonden ze redelijk goed. Maar hoe gaat het op lokaal gebied? Ja, dus in Gemer Bakel zijn een heleboel potentiële mensen die SP stemmen. En die het ook doen. Dus we hebben echt hele goede verwachtingen. Kortom, SP Gemer Bakel heeft zin in de toekomst? Gemer Bakel heeft zin om te werken voor de mensen, voor de burger van Gemer Bakel, voor de toekomst. Gemert zal weer een sociale gemeente worden. Dankjewel. Oké. We hebben bijna alle politieke partijen vanavond gehad op deze nieuwjaarsreceptie. En dan hebben we er ook nog eventjes de dorpspartij. Want ja, Jan Bevers, jarenlang wethouder, jarenlang eigenlijk het gezicht van de partij. Mevrouw Steegs, dat gaat veranderen. Ja, inderdaad, het gaat veranderen. Vrouw aan de macht? Nou, niet omdat het vrouw is, maar wel omdat het eenmaal zo is dat Jan heeft besloten dat hij stopt. En ik had in ieder geval de eer, in ieder geval het vertrouwen van de partij om op te volgen. En dat gaan we gewoon doen. Hoe gaat de dorpspartij de verkiezingen 2018 in? Nou, sterk op inhoud, laat ik het zo maar even zeggen. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de financiën op orde te houden en te hebben. En te krijgen. En dat is ons in ieder geval gelukt met Verenigde Krachten. En dat betekent dat we nu weer op een aantal onderdelen goede keuzes kunnen maken. Niet zozeer afhankelijk van alleen het geld. Dat een grote rol speelt, maar veel meer wat de mensen bezighoudt en wat de mensen zeg maar nodig hebben. Ja, nu hebben jullie een wethouder geleverd al heel wat jaartjes. Stel dat er weer een wethouder geleverd moet worden, is die dan binnen de partij aanwezig? Jazeker. En wie moet ik dan denken? Nou, dan kunt u aan mij denken. Of aan Bart van Oort. Dus die namen die circuleren al een beetje rond? Nee hoor, maar dat zijn wel de mensen die in principe je daarvoor openstaan. Ja, maar zou u dat ambiëren, zo'n taak als wethouder? Ja, ik denk wel dat het een hele uitdaging is. Want ik ben doorgaans vrij recht door zee. En ik maak van mijn hart geen moordkuil. Maar ik denk wel inderdaad dat dat iets is waarvan ik zeg, nou, daar gaan we voor.
Als je dan gaat kijken naar de verkiezingslijst, het programma. Heeft de dorpspartij die al gereed? Is die al klaar? Ja, we hebben er in de kerstvakantie de laatste hand aangelegd. En we gaan hem nu helemaal in orde maken. Dus binnenkort verschijnt hij. En wat zijn de speerpunten? De speerpunten zijn in feite, wat eigenlijk niks nieuws is, is het armoedebeleid. Zorg toch voor de mensen die het moeilijker hebben, dat die niet vergeten worden. De mantelzorgers, de jeugd met name. De jeugd die echt, waar de burgemeester straks ook zei in zijn speech dat er een schok door de gemeenteraad ging. Toen er verteld werd dat de armoede onder de jeugd heel erg groot is. En niet zozeer onder de armoede, maar onder de jeugd zelf. Maar wel dat ze in een gezinssituatie zitten die best wel zorgelijk is. Nou, dat gaat aan het hart. En daarnaast ook de mantelzorgers. Het wordt op dat gebied gewoon ook moeilijker. Vanuit Den Haag regels strikter opgelegd, minder geld. Dus moet je creatiever worden als gemeente om toch het hart op de goede plaats en de menselijke maat te kunnen hanteren. Nou kijk ik naar de prognose. Waar hoopt u op? Want we weten dat er nu een hele duidelijke coalitie is. Maar er komen twee nieuwe partijen bij. Wat is de prognose voor de dorpspartij, hoopt u? Dat durf ik natuurlijk niet te zeggen. Ik heb geen glazen bol. Wij hopen in ieder geval te stabiliseren. En we hebben er graag wat meer bij. Laat ik het dan zomaar even netjes verwoorden. Wat uiteindelijk de coalitie gaat worden, dat zal uiteindelijk blijken als alle stemmen geteld zijn. En wij sluiten in principe niemand uit. Moet er meer gezongen worden trouwens in Gemerbakel? Ja, dat zou wel een hele hoop ellende kunnen verzachten. Als mensen eens wat aardiger voor elkaar waren en wat nader tot elkaar zouden willen komen zonder altijd dat verbale geweld. Uit je stem dan maar eens op een andere manier. En zorg er maar eens voor dat er ook wat gezelligheid en wat gemoedelijkheid en wat meer aandacht voor elkaar is. Dat wil ik daarmee zeggen. Dus als u wethouder wordt, dan gaan we gewoon met z'n allen Gemerbakel meer zingen? Nou, dat zeg ik niet. Maar wel aardiger voor elkaar zijn. Heel veel succes. Oké, dank u wel. We zijn bezig met nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gemerbakel. En we hebben toch weer politiek bij ons staan. Inge van Dijk van het CDA, de fractievoorzitter. We hebben straks van de heer Harry van Kampen gehoord. Ja, eigenlijk gaat 2018 voor het CDA een heel ander jaar worden, als ik dat zo hoor. Een ander jaar, in ieder geval een verkiezingsjaar. Ja. Maar ook politiek gezien, want hoe kun je nou iemand met zoveel jaar ervaring in één keer doen vergeten? Vergeten doen we hem nooit, hè. Ik bedoel, zoals heel veel van ons is Harry degene waarom we er ooit bij zijn gekomen. Dus vergeten, dat gaat echt niet gebeuren. Maar kunnen we Harry van Kampen vervangen? Nee, niemand. Harry is niet te vervangen. Niemand is te vervangen. Harry is uniek. En laten we dat vooral zo houden. We hebben er gewoon. Ik zie het ook een beetje zo, hè. Ik heb er gewoon 6 jaar mee mogen werken. Van mogen leren. Mee mogen lopen vechten. Want we waren het ook niet altijd met elkaar eens. En dat neem je gewoon mee. Als je gaat kijken, 2018, belangrijk jaar. We hebben het de hele avond tijdens deze nieuwjaarsreceptie al over de verkiezingen. Hoe gaat de CDA Gemerbakel de verkiezingen in? Sorry, hoe gaan we? Hoe gaan jullie de verkiezingen in? Positief, optimistisch, met veel energie. We hebben, ik ben echt heel trots op de lijst die we hebben. Los van de Harry dan niemand meedoet. Veel jonge mensen, ook een mooie combinatie, jong met ervaring. Een paar mooie talenten. Ik vind het wel heel spannend en ik zou het ook wel heel gaaf vinden als die mensen ook weer een kans krijgen dadelijk. Hebben jullie het partijprogramma al klaar? Nee, we hebben het we hebben het in zoverre klaar. We hebben natuurlijk al een heel eind klaar, maar we hebben nog niet uitgeschreven. Nee, maar dat gaat de komende weken gebeuren. Ja, want dat moet je wel snel mee zijn, want het is zo carnaval en zo weer de verkiezingen. Ja, zeker. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo dat je in één keer hele andere dingen gaat doen als waar je voor stond voor de verkiezingen. Het zou wel een beetje raar zijn. Financieel stabiel beleid, daar staan we nog steeds voor. Dat verandert niet omdat er verkiezingen aankomen. Maar gaan we een hele andere politieke kant op binnen Gemerbakel? Want de lokale realisten, D66, gaan een lijstverbinding, mag je niet zeggen, maar die gaan samenwerken. SP komt erbij, VVD komt erbij. Gaat de politiek er straks in maart anders uitzien? Als de kiezer dat wel. Kiezer bepaalt. Dus als de kiezer vindt dat het echt anders moet, dan gaat dat gebeuren. Maar nu hebben we een ruime meerderheid in de coalitie. Die zou straks op kunnen lossen. Kan. Het is gewoon echt, de kiezer bepaalt, die gaat naar het stemhokje. Die bepalen welk vakje ze aankruisen. En einde van de dag zullen we de balans op moeten maken. En dan zullen we moeten kijken, hoe zijn de verhoudingen en wat kunnen we doen en hoe kunnen we samenwerken met elkaar. Ja. En hopelijk mogen wij mee samenwerken. Want dat is wel belangrijk, hè? Je bent eigenlijk
de grootste partij altijd van Gemert-Bakel geweest. Die hoop je natuurlijk te blijven? Ja, natuurlijk. Ik zou niet eerlijk zijn als ik zeg dat het niet zo is. Natuurlijk hoop je dat. En natuurlijk hoop je dat je mee kunt bepalen hoe het de komende 4 jaar eruit gaat zien. Uiteindelijk heb je een ambitie om Gemert-Bakel beter te maken. En dat kun je als je met veel man bent. Wat zijn de speerpunten een beetje in het partijprogramma voor het CDA? Ja, de 7 kernen vinden we toch echt wel belangrijk. Iedere kern uniek, maar ook de samenwerking binnen de kernen. Het financiële stuk natuurlijk, maar ook het sociale gezicht. Er komen steeds meer taken naar de gemeentes toe. Heel veel dingen gaan goed. Kunnen we die nog slimmer met elkaar doen? Je ziet gewoon heel de maatschappij veranderen. We moeten meer voor onszelf zorgen, dus ook meer voor elkaar zorgen. Eenzaamheid, moeilijk thema, maar toch ook wel een thema waar onze fractie heel erg bezighoudt. Kasteel, belangrijk thema. Bereikbaarheid, die N279. Het kan niet gebeuren dat we gewoon niks krijgen van de provincie. Ik vind echt dat we daar gewoon veel, veel harder nog in moeten met elkaar. Is het dan een voordeel dat je een landelijke partij bent en geen lokale partij? Ja, ik denk het wel. Ik merk nu als voorzitter van Brabant, merk gewoon dat de lijntjes zo kort zijn. Dat had ik 2 jaar geleden niet kunnen vermoeden. Dat je gewoon de telefoon kunt pakken, Den Haag kunt bellen en kunt zeggen, goh, ik wil hierover praten met je. Ik wil niet zeggen dat je altijd zin krijgt, maar er is wel gewoon altijd dialoog en ruimte voor een oor. Had ik 2 jaar geleden niet verwacht dat eigenlijk zo dicht bij elkaar stond. We zitten nu met 9 personen voor het CDA in de gemeenteraad. En 2 wethouders. En 2 wethouders. Prognose voor 2018, durft Inge van Dijk je al een beetje te geven? Nee, dat durf ik echt niet te geven. Ik wil er ook gewoon helemaal niet op vooruit lopen. Ik wil er ook niet arrogant in zijn. Ik hoop gewoon dat we een fantastische uitslag draaien. En dat we 22 maart wakker worden en denken, het is mooi geweest met elkaar. We hebben het goed gedaan. Zullen we dus een nieuwe afspraak maken voor 21 maart, s'avonds wat later op de avond? Dat hoop ik. En ik hoop dan dat ik in ieder geval sta te lachen. Dankjewel. En zo zit de receptie van het nieuwe jaar eigenlijk alweer bijna op. Een nieuwjaarsreceptie van Gemert-Bakel in de Bron in Handel. Een hele drukke avond met veel politiek, maar niet alleen politiek is er geweest hoor. Want ik heb ook heel veel verenigingen. De Zut bijvoorbeeld staat er, het Boerenbondsmuseum. Maar nog tal van anderen uit Gemert-Bakel. De heemkundekringen zijn er, de gildes die zijn er. Kortom, iedereen is wel een beetje vertegenwoordigd geweest. Maar goed, we hebben de woorden gehoord van onze burgemeester. We hebben Peter Geerts gehoord. Kortom, er is weer veel gezegd. Er gaat ook weer veel gebeuren in 2018. En daarin kunt u ook een beetje een rol meespelen, dames en heren. Want u weet, wij als lokale omroep hopen natuurlijk ook in dit jaar weer op diverse plekken erbij te zijn. Met zowel televisie, radio als onze kabelkrant. U kunt daar zelf ook nog een aandeel in hebben. Want mocht u thuis nog iets gaan organiseren, als vereniging zijnde, of u heeft nog iets belangrijks nieuws, of u heeft wat andere zaken, mail ons redactie@omroepcentraal.nl. Met onze mensen achter de camera, met de mensen van de techniek, iedereen die hier aan het mede heeft geholpen, wensen wij u een heel goed 2018 toe. Een luisterrijk 2018 en veel kijkgenot natuurlijk de komende tijd. Vergeet ons niet en eigenlijk ga je dan kijken, reclame maken op Omroep Centraal. Het kost een beetje, maar u ziet, een heleboel krijg je ervoor terug. Dank namens iedereen van Omroep Centraal. Dank namens het bestuur. En als u interesse heeft in bijvoorbeeld een vacature als medewerker, als vrijwilliger, of misschien in het bestuur van Omroep Centraal, kunnen we u dat van harte aanbevelen. Welterusten voor straks en tot een volgende gelegenheid. Tot dan. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor.